Hey allemaal, en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. En ja, ik sta hier vandaag eventjes in mijn oude apotheek. Want ik moest net wat dingetjes nog doen en ik heb een klant zo te zien. Hallo? Ja, zoals je kan zien, ik drink echt vet veel. Ik moet echt wat meer gaan drinken, want het is echt slecht. Want ik ben elke keer een fitheid lager doordat ik niet op tijd drink. Ook een tip voor jullie dus. Oh, hij wil een Golden Carrot. 500 euro. Heeft hij dat wel bij zich? Ah, hij heeft het ook nog bij zich. Wat grappig. Oké, zo. En een fijne dag. Nou ja, de dag is al lang om, maar goed. Ja, de dag is niet om, maar het is al laat, zeg maar. Zo, nou, zet ik dat over op berekening. Ook weer een mooi rond getal. Doei. Nou, ja, ik heb natuurlijk nog verschillende andere baantjes, zoals in het gemeentehuis. Daar ga ik ook even heen, want ik moet even kijken of er post ligt. Die moet ik dan misschien weer even wegbrengen. Dus daar ga ik even heen lopen. Het is in ieder geval mooi weer hier. Meestal als ik hier loop, dan regent het en dan stormt het. En dan hebben we heel veel, ja, lichtflitsen van onweer. Ik ga even rennen. Dat is veel beter, anders loop ik alleen maar tegen mezelf te praten. Zo. Niemand ziet dat gelukkig, maar het is wel super druk eigenlijk online. Wow. Hij komt door die legerbasis natuurlijk. Zo, het is nog steeds 11:30 op de klok. Nou, eens even kijken of er post is. Kijk, dit is mijn kistje. Hey Martje, Hè? ik wou net Oh. post brengen. Hey. Oh, dan moet ik wat bezorgen. Ja, ik had een plotbewijs voor Sven. Ah, nou dan moet ik die maar eventjes bezorgen. Weet jij toevallig waar dat plot is? Ja, want we hebben laatst een boshuisjes en Sven heeft er meteen eentje gekocht. Hè. Oh, cool. Nou, Heb je dan. die al gezien trouwens? Nou, ik ben er wel een paar Boshuisjes. keer langs gelopen, maar ik heb er niet echt naar gekeken. Door de heen gaan? Ja, maar trouwens, kijk eens, dit is trouwens mijn baas. Hè? Ja, dit is de burgemeester. Hij heeft mij opgevolgd, zeg maar. Ja. Hij heeft trouwens ook een kanaal, die staat onder in de beschrijving. En jij uploadt? Wat upload je? Mindtopia. Yay! Dus check dat kanaal ook even en abonneer natuurlijk even. Maar we gaan even die brief bezorgen. Gaan we naar die huisjes toe. Ik loop achter je aan hoor. We hebben hetzelfde t-shirt aan. Of t-shirt, chestplate. Mooi. Ja, mooi. Ja. Maar jouw broek is ook wel mooi, hè? Ja, en die schoenen dan? Ook roze. Ja, dat is dezelfde kleur als mijn broek. Ik heb nog steeds jouw schoen aan. Oh ja, die donkergrijs. Waar ik aardig wat winst op had gemaakt. Ja, ik mis ze wel. Maar ja, goed. Kunnen ook ruilen hoor. Nee. Ik heb hier veel moeite voor gedaan voor David. Hallo. David? Ja, David, ik heb ze van David gekocht. Ja. Kijk hoor. En had Dit voor zijn mij. ze, hè? Kijk, Sven had deze gekocht. Aha, nou dan moet ik het maar even ingooien, hè? Toch leuk zo'n pleintje. Ja, ik vind het heel leuk geworden. En de grootste is ook al verkocht door een nieuwe speler. Oh, is dat een hele grote? Dat trekt echt alleen maar mensen. Ja, kijk deze YouTube. Aha, hij wordt van wie? Oh, die ken ik niet persoonlijk, maar. Nee, wat dit. Ik hoop dat dit veel nieuwe spelers trekt naar Metopia. Ja, het zijn niet zulke dure plotjes, toch? Of wel? Rond de 45k. Oh, Niet duur. valt mee. Nee, is niet duur. Cool. Ja, dat trekt wel meer mensen, denk ik. Laat het open. En sowieso, je hebt ook concurrentie met Sunnyvale natuurlijk. Ja, maar die doet het ook niet helemaal eerlijk volgens mij. Want laatst kwam iemand naar me toe die wou inschrijven, maar die zat al in het Sunnyvale, die had nog niet eens een verklaring of goed gedrag. Aha. Ja, en dat is wel nodig. Ja, daarom. Ja, geen boefjes in de stad, hè? Nee, niet in Mytopia. Die mogen wel naar Sunnyvale dan. Ja, daar mogen ze ook niet als het goed is. Nee, klopt. Nou, ze hebben nu in Wasteland hebben ze nou een heel groot pand gezet in Wasteland. En daar word je dus gescreend als je in en uit gaat. Oh ja, dus ik zou niet weten, ik mag daar niet komen, hè? Mag jij daar niet komen, hè? Naast burgemeester naar Weeslands. Ah, ja, ik loop er vaak te chillen.
Ja, zou je toch gedragen? Ja, ik gedraag me toch. Ik mooi zonsondergang s'avonds, even die drukte ontlopen. Er is nooit iemand. Het enige wat er is zijn soldaten. Ja, ik gedraag me altijd. Ik gedraag me echt altijd. Maar heb je types iets? Mooi. Kijk, level. Oh. Beetje op. Weer opschep hoor. Gewoon, 7 was de burgemeester. Ja, ik ben gewoon een goede speler. Ja. Ja, ik heb gewoon. Ja, ik ben gewoon goed. Gewoon sta ik boven jou hoor, postbode. Zo'n rare vergelijking. De postbode heeft hetzelfde level als de burgemeester. Dat is heel gek. Ja, maar je verdient als je slash time doet. Ja, dan heb ik 41. Oh, nog een paar minuten en dan heb ik 42 dagen. Bizar. Ja, maar ik zit ook alweer een half jaar op, hè? Over 3 dagen. Ik ook bijna. Ja, wanneer was jij geen invite? Na een maandje volgens mij. Wat? Ik heb nu 17. Na een maandje. Oh, oké. Okay. Ik heb nu 17 dagen online. Nou, dat is toch ook veel? Ja, als burgemeester. Oh ja, drinken. Ah, ik hoef niet. Maar is er nog meer veranderd hier in Mytopia? Het enige wat nog veranderd is, zijn de plots bij het legerbasis. Oh ja, en dan staat jouw huis, hè? Ik moet nog een paar andere dingen gaan doen. Zoals een pleintje met winkels. Oh, cool. Maar dan moet ik nog met Lars overleggen voor het plotje. Ja. Maar Lars reageert niet echt. Ik zag hem laatst wel online trouwens. Ja? Ja, in Qtrex, ja. En toen was hij ook binnen een paar minuten weer offline, maar... Ja, dat is het jammer, hè? Ja. Maar jij had een huisje toch bij de legerbasis? Ja, klopt. Zullen we kijken? Ik ben er trots op. Wauw. Doe maar luxe, hè? Met die... ik heb hem gezien. Met die mooie steentjes, hè? Heb je thuis van de attiek al gezien? Ja, ja, daar loop ik regelmatig langs. Dat is 3 keer zo groot als mijne. Ja. Dat wel, ja. Maar klein kan ook fijn zijn, hoor. Als er iets uitbreekt, ben ik veilig, hè? Ja, oh. Zijn ze hier bezig of zo? Want het is zo druk online. Weet. Oh ja, kijk. Hé, die ken ik ergens van. Die was volgens mij van het bouwbedrijf. Hè? Nee. En ze worden niet afgeleid. Nou, ze kijken wel heel even, hè? Maar die ken ik wel, die was van het bouwbedrijf volgens mij. Arslan? Oh, Jos. Oh jee. Potkijkers. Ja, ik kan beter naar huis kijken. Ik kan beter steak eten, Jos. Tip. Ja, die. Oh, je mag niks gooien toch? Mag je niet aan, even een gif in zitten, Rico. Zalm en steak aanrader. Oké, nou, dan gaan we naar jouw huis. Doei! Doei. Moet wel vrienden blijven met hun. Wow! Wat? Ik hoorde vuurwerk. Ik hoorde ook wat. Wow. Het vuurwerk, dat kan ook schoten zijn. Hé, hey, we moeten doorlopen. Ja, ik ga doorlopen. Kijk, hij komt er al aan. Ja, ik ga al. Ik zie hem niet meer. Hij is al weg. Oké, okay, we gaan. Kom. Alsjeblieft voor de tips. Oké. Okay. Nou, dat was dan weer een... Oké, we gaan verder. Lopen rondjes. Gratis tips en dan word je weggestuurd. Maar wauw. Dat is beter dan van sneeuw. Je hebt dezelfde auto als mij. Het smelt niet. Nee, precies. Maar weet je, laatst die gebouwen in Qtrex, ja, die gesmolten waren? Ja, van ijs, ja. Ja, maar de straten, hier, dat witte van die straten was bij hun sneeuw. En dat is niet gesmolten. Hier is het kwarts, toch? Ja, hier is het kwarts, maar daar is het sneeuw. Dan denk ik, dat kan wel dan. Ja, dat kan gewoon, ja. Ja, blijkbaar. Maar ja, die auto heb ik ook. Deze ziet er net iets slechter uit, dus dat is mooi. Wat? Oké. Okay. Niks? Dus ik kreeg hem maar gratis erbij hoor. Oh, ja, daarom is hij zo roestig. Maar oké, mooi. Staat jouw naam goed op? Ja. Oké, mag ik naar binnen?
Ja, ja hoor. Ik ben heel keurig opgevoed, dus voeten vegen. Voeten vegen. Zo. Zo. Oké. Ben je de kerk geboren? Ik kan het niet dicht doen. Maar wauw, heb je een laptop? Leuk. Wauw, kan die ook iMac open of niet? Nee. Oh ja, dat is dan weer jammer. Maar laat eens even zien wat je allemaal in je huisje hebt. Ik heb TV Cribs, nou ik heb een iMac. Wacht, ho, inderdaad. Dit is Minecraft Cribs. MT Cribs. MT Cribs, dit is Deadly Player en... Ik heb een iMac, dikke microfoon. Wow. Zeldzame bloemen. Wow. En als we boven kijken, ik heb 2-persoonsbed. Echt? De dikke box. Wow. Nice. En natuurlijk een balkon. Heel mooi uitzicht. Ik durf er niet uit. Oh, daar ging ik. Wauw. Hey. Maar ja, mooi uitzicht. Wauw. Hier, dan kan je ze in de gaten houden. Mooi helikopter. Ja. En weer een zeldzaam plantje. Ja, ik moet het natuurlijk wel zeldzaam, hè. Dit is echt een goede. Deze hoef ik niet meer. Oh. Wow. Was die dood? Dat heb je niet gezien. Wat? Ja, die was dood. Hij verdween ineens. Maar oké, dit is wel echt een goede titel voor de aflevering. MT Cribs met Deadly Player. Nou, wat zit hier? En dan kan je niet gaan mijn Ferrari nog even kijken. Oh ja. Heb je geen achtertuin of zo? Ja. En wel. De deur staat ook nog open. Oh ja, en wat? Ferrari Cabrio. Wauw. Uit welk jaar komt die? Kijk. 2017. Is van de toekomst. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar Superman, hoeveel pk heeft hij? 1000 ongeveer. Wauw. Nee, hij is echt super krip. Ja, als ik zaken heb in een andere stad, moet ik wel sneller zijn, hè? Ja, dat kan wel met deze auto. Zo zijn we... Ook nog achtertuin. Oh ja. Kom maar aan. Kom maar naar mijn backyard. Wauw. Cool. Ik kan hier ook zitten. Ik kan alleen niet op zitten, maar... Ik kan alles. Nee, ik kan niks. Ik kan er ook niet uit, maar... Oh. Wauw. Lekker knus. Ja. Kijk hier voor de... Weet ik niet wat het is. Wat zou dat zijn? Ik denk dat je daar, als jij je handen vol hebt met... Voeten vegen. Nee, als je je handen vol hebt met boodschappen of zo, dat je daar met je voet op leunt en dat de deur dan open gaat. Ja, dat is ook wel makkelijk. Ja, maar dan is de vraag, hoe kom je hier met boodschappen? Ja, niet. Nee, dat gaat hem niet worden. Wauw. Ja, dat is het dus ook niet. Nee. Nou, dan weet ik het niet. Voeten Misschien vegen. Weten de kijkers wat het is. Ja, en anders is het gewoon puur voor de sier. Dat zal het wel zijn. Ik denk het ook. Niet vergeten de deur dicht te doen. Oh, hier heb je ook nog een tafel. Ja, dat vergeet ik wel vaak. Oh, ik moet niet verkeerde knoppen indrukken. Zo. Oh ja, hier kan je ook lekker zitten. Je staat half op de tafel, maar prima. Ja, het is allemaal heel knus. Kijk, hier soms sta ik ook op mijn laptop. Maar... Apple is daarvoor gebouwd. Ja, dat is helemaal mooi. En wat boeken heb je? Wat voor boeken heb je allemaal? Harry Potter vooral. Ja, ik zie ze staan inderdaad. Ja. Beetje Huis Anubis. Ik zie ook nog hier op een Janneke erbij liggen, maar ik weet niet waarvoor die was, maar... Ja, dat is voor mijn dochter. Heb je een dochter? Oh, is dit een nieuwtje? Deadly Player Exposed? Wat is dit, Deadly? Dat was het eigenlijk nog geheim, maar... Oh jee. Nou ja, sorry. Bijna 4000 kijkers kijken dit. Ik moet even uitknippen. Nee, oké. Okay. Ja, ik hou niet van knippen, hè? Dat weet je. Nee, is niet erg. Lekker laten gaan. Dan is het er nu uit. Dan is het er nu uit. Eindelijk. Oh. Je hebt je hart kunnen luchten. Maar ik vind hem echt vet gaaf. Wow. Lekker modern, toch? Ja, heel erg mooi. Maar ik zit nog steeds te wachten op een buurman. Ja. Ik ben benieuwd. Niets voor jou? Nee. Ik mag niet meer dan 2 plotjes, hè? Oh ja, dat is waar. Ik heb Ik ben burgemeester. Ja, maar nee, ik hoef niet nog een plot erbij. Dan ben ik helemaal kwijt. Waar ben je? Oh hier. Dan ben ik helemaal kwijt waar ik alles heb liggen. Oh ja, want je hoort ook al bij
Hoe heet die ook weer? Jesper. Dageron. Jesper. Ja. Klopt. Dageron. Klopt. Heb je dat huis al gezien? Dat is de... Heb Wat? Je dat huis al? Dat huis, ja. Ja. Ja, ik had hem al gezien toen hij voor de helft klaar was. Aha. Jesper liet hem zien. Och. Hij zei tegen mij, niemand mag het zien tot aan de housewarming. En wat doet hij? Heeft al iedereen laten zien. En hij liet het al meteen zien. Ja, omdat hij gewoon vet gaaf is. Wat heb je allemaal gezien dan? Hij was voor de helft, dus ik heb een beetje de keuken gezien en zo. Niet de kelders. En nee. Let's go. Daar kon ik nog niet heen. Wat heb je voor kelders dan? Ja, hele mooie kelders. Wat heb je in je oog? Nou. Ja, die is nog voor jou. Oh. Een dandelion. Mooi. Niet over de auto lopen, hè? Dan heb je problemen. Ik ben geplukt voor jou, hè? Ja, ik zie het. Vanochtend. Wauw. Heel vroeg. Wauw. Doe hem even in mijn kontzak. Zo. Zie je hem? Nee, ik zie hem. Dikke reet. Wat? Sorry. Dat betekent extra loon deze week, hè? Dat weet je wel. Oh ja, die krijg je nog. Ah, mooi. Zondag weer, hè? Ja, ja. Ik ben nog steeds sneller achteruit dan jou. Maar je hebt nog steeds 400, toch? Ja, ik zak af en toe naar beneden als ik niet op tijd drink. Ik blijf me haken op de 71. Oh. Elke keer gaat hij weer terug naar 70, dan weer terug. Maar zwem jij wel? Oh ja, daar heb ik bijna alle punten. Oké, okay, misschien ligt het bij jou ook aan het drinken of het luxe eten. Luxe eten. Toen ik net op de server zat, toen hadden we natuurlijk 5000 gekregen. Ja, toen kocht ik alleen maar goedkoop eten. Ik kreeg 10.000. Of 10.000, ja, 10.000. Ik weet nog dat ik bij Shamal 8.000 moest betalen. Wat loop je nou altijd in me? Ik loop niet in je, ik loop je te filmen. Hi, oeh! Ja, kijk, we lopen zo net tegen de paal. Ja, leuk. Kijk, onze auto. Dit is hem toch? Dit is onze auto. Je gaat toch niet op de politieauto staan? Ik zit in de auto, hoor. Oh ja. Heb ik gevraagd dat jij erin mocht? Laat maar. Kom. Ik had laatst een anonieme brief. Diegene wou... Oh, ja, weet ik niet. Anoniem. Die wou met me trouwen en hij wou graag dat ik een antwoord teruggaf. Maar ja, hij was anoniem. Dus hoe kan ik dan een antwoord teruggeven? En jij hebt ook van die zeldzame bloemen. Ja, oh ja, dit is MT Crips marktje en zo. Oké, kijk, dit is mijn mooie hok. Wat dan? Nou, waar ben je nou? Hier. Joehoe! Oh my god. Oh. Dit is onze... Onze mooie kelder. De man cave. En let vooral even op mijn visjes. De ene heet Selm en die andere heet Nemo. Ja, en die lijkt ook wel op Nemo. Ja, 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 het is een familie van. Maar ik noem hem. Maar hoe smelt hij niet dan? Dat ook smelt. Oh, dat smelt wel, maar dat zie je straks. Okay. Dit zijn waterpijpjes en zo. Oh, oh, wat helemaal tegen die... Ik kan me hier wel thuis voelen. Ja, dat is fijn, hè, hier. En dan hebben we hier de DJ-tafel. Discootje. Ja, een DJ. Ga jij even dansen, dan maak ik even muziek. Hoor niks. Dan moet je je oren open doen. Nou, ik vond het helemaal prachtig. Vond je het mooi? Prachtig. Ja, en dan heb je de biertap. En die is ook zo heel leuk, want als je hem doet, dan maakt hij dansjes. Dus dat is heel mooi. Heb je ook bier? Nee, ik moet nog inkopen doen. En dan hebben we nog eentje naar beneden. Dit is de Woman Cave. Ja, dit is de Wellness Center. Kijk, en hier ligt dat water van het gesmolten ijs. Ah. Oh. Plop, 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 plop. Wel erg groot hier, zeg. Ja, hè? En hier heb je heel heet water. Die Timewalk. Ja, ja, die woont hier ook zoiets. Een beetje, denk ik, of zo. Ja, dit zijn onze... Wanneer krijg jij nou je head? Ja, die krijg ik dus niet.
Weet je waarom niet? Nou. Ik ben niet belangrijk genoeg. Nou, dat wisten we toch al. Jij bent echt te aardig, jij ook, hè? Ik ga weg. Nee, grapje. Ik ga naar de sauna, ik ga afkoelen. Je bent, oh, nee, je bent even belangrijk als mij. Ja, maar ik ben wel een speler die level 8 heeft gehaald al, hè? Gewoon een speler, zonder staf. Maar dit is... Maar ben je de enige zelfs? Dit is de... Ja, daarom. Dit is de sauna. Ik kan niet tegen, hè? Waarom niet? Het was zo warm met kleding, joh. Ja, ik weet het, maar ja... Wel lekker, hè? Hier lekt het ook een beetje. Dat is ook die stoel dan, weet je wel. Die lekker met die waterpijp. Oh ja. Ja, dus dat lekt ook gewoon. Het was te warm. Ja, ja, sorry. Dan gaan we weer naar buiten. Ik ben ook alweer klaar mee dat jij hier binnen bent. Dan even douchen, hoor. Zou ik je even in het water duwen? Ga maar bij de rand staan. 1, 2, bam! Ah, het is wel verkoelend, hè? Ja, hè? Lekker, hè? Je haar zit ook gelijk al zo langs je gezicht. Dus, Ja, daarom doe ik ook maar gewoon een petje op, hoor. Oh ja, ja, kan ook. Nou, dan gaan we maar weer even naar buiten. Want... Het is bijna 10 uur en ik wil zometeen wel op bed. Waar ga jij nou weer heen? Je voelt je hier veel te lekker, hè? Ja, ik ben echt jaloers. Nou, dan komt ik ga het opschrijven over mijn huis en dan kom ik hier. Ja, maar jouw huis was ook tof. Nou, als ik dit zie. Ja, ja. Mens. Je kan altijd een keer op visite komen, hè? Dat is goed. Ja. Op een zondag. Zondag? Ja. Nou, ik vind alles prima. Oh, echt, gaat dicht door mijn deur. Doei. Oh, hè, te laat. Nou, veel plezier. Ja. Ik moet me niet opsluiten. Nee, dat deed ik niet. Je pet stond nog buiten. Dat is ook niet erg hoor. Ik vermaak me daar wel denk ik met de waterpijp. Ja, dat lijkt me ook wel. De deur zat alleen dicht, maar het lijkt me wel. Alleen jammer dat het in zijn niveau was, hè. Jammer. Oh. 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 Maar Wat verwacht je dan? Nou, het is toch leuk. Het is een grote plots hier, hè. Ja, die heb ik ook. Ja, maar ja, hij wou deze. Alleen zijn ze wat duurder. Zijn wil is wet, hè? Yep. Maar, altijd bij maar Rico. Ja. Ik ga zo op in mijn bed daar. Ik ben moe. Ik ook. Ja, maar je gaat niet al in dat bed. Welk bed? Mijn bed. We hebben wel een logeerkamer trouwens. Oh, nee, met nee. Een balkon is een logeerkamer. Kan je durven? Wil je bij mij logeren? Kom, jij gaat bij mij logeren. Oh. En dan ga ik naar boven. Dan ga jij in het logeerbed. En dan zien we elkaar morgen wel weer terug. Kom. Daar moeten we helemaal het einde van de gang. En dan ga jij in het logeerkamertje. Heel leuk. Heb je een eigen badkamer? Oh, we moeten hier al wezen. Ook nog, wat een luxe. Ja, ja. Heb je hier een... Oh, ik loop over de stoel aan. Heb je hier een badkamer? Heb je hier een bed? Dan ga jij hier lekker slapen. Ik ga maar vast op bed liggen. Dan dek ik je even in. Zo, klaar. Nou, hey, ik ga weg. Ik ga naar boven en dan ga ik slapen. Trusten. Trusten. En tot ziens, meneer. Oké, dat sloeg nergens op. Nou, hey, Rico, ik ga. Doei, Martje. Doei, veel plezier. Doei. Nou. Doei. Ja, schreeuw niet zo in het huis, ja? Oké, nou, ik ga nu naar mijn eigen bedje toe en dan... Sluit ik de aflevering ook af? Waar is mijn bed? Oh, hier. Nou, hij zit... Hey, ga op je bed, jij! Weet je, lopen springen overal. Nou, ik ga afsluiten. Iedereen bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer even. En abonneer ook eventjes op Rico. Die staat in de beschrijving. Tenminste, hij staat er niet in, maar zijn linkje staat erin. Dit is een vet lange aflevering geworden van bijna een half uur. Dus dat is wel even nice. Echt? Ja, een half uur, ja. Maar dat is wel cool. Wow. Ja. Dus Rico, bedankt. En geen probleem. Wie weet kom ik ook eens op jouw kanaal. Spoiler. Wat? Spoiler. Dus. Allemaal even liken en tot de volgende aflevering. Doei. Doeg.